Veerkracht, dat is de airbag voor jouw tegenslagen. Dat is althans wat ik heb ervaren met de tegenslagen in mijn leven waarmee ik heb moeten dealen. En zeg maar, het thema veerkracht en wendbaarheid, dat heeft me gewoon gegrepen. En daardoor ben ik op bezoek gegaan bij een aantal mensen die ook met tegenslagen hebben moeten dealen in hun leven. En ik ben benieuwd hoe zij dat dan hebben gedaan. Wat verstaan zij onder tegenslagen? Wat verstaan zij onder veerkracht? En in deze aflevering ben ik afgereisd naar Overijssel, naar Brabant en naar Limburg. En daar spreek ik onder andere met Helen Bouwhuis. En Helen is een coach, een temperamentvolle dame die ook bijvoorbeeld de flamenco inzet bij haar coaching. En Helen die is getrouwd met Yves. En Yves heeft samen met een partner een groot internationaal opererend bedrijf opgericht. Vorig jaar kwamen ze terug van een welverdiende vakantie. Ze halen de auto op Schiphol van de parkeerplaats. Yves zit in de auto, rijdt weg en na enkele meters zakt hij voorover in elkaar. En ondanks het feit dat Helen hem probeert te reanimeren, heeft zijn hart het begeven. En sinds die tijd is het over en moet Helen haar leven weer helemaal opnieuw op de rit krijgen. Ik spreek met Frank Kraken. En Frank heeft de geuzennaam de rampenondernemer. En het is een werkelijk een onvoorstelbaar bedrijf hoe je van 2000 tot 2007 van de ene ramp in de andere ramp rolt. En als ondernemer daar zeg maar op een of andere manier mee moet leren dealen. Het is onvoorstelbaar wat hij daar allemaal meemaakt in zijn leven. En ik spreek met Jozef Oebelkas. En Jozef is een Nederlandse jongen geboren in Raamsdonksveer, die een Marokkaanse vader heeft, een Nederlandse moeder. En het gaat allemaal staccato in zijn leven, totdat hij een eigen bedrijf heeft en ook in het vaderland van zijn of in het land van zijn vader in Marokko een klus klaart. En daar, terwijl hij aankomt op dat fabrieksterrein om weer gewoon zijn werk te doen in de IT, wordt hij aangehouden, want hij ziet dat er van allerlei dingen los zijn op dat bedrijventerrein. Blijkt er drugs gesmokkeld te zijn, waarvan hij vals wordt beschuldigd. En hij wordt 10 jaar lang onschuldig in een Marokkaanse cel gezet. Hij heeft er ook een bestseller over geschreven, de 100 brieven van mijn moeder. En hij spreekt er ook veel over. Met deze drie mensen heb ik gesproken. En de eerste vraag die ik aan ze heb gesteld is: wat versta jij onder tegenslag? En hier zijn hun antwoorden. Voor mij, hè, maar ook hoe ik er dan naar kijk bij anderen. Mm. Dat zijn wel vaak je kan van alles tegen zitten. Ja. Soms heb je het zelf geanceneerd, hè, achteraf gezien. Maar voor mij is tegenslag wel echt iets wat je echt rauw op je dak komt vallen. Wat je niet hebt zien aankomen en wat dusdanig ontwricht dat je even van je natuur afgaat. Mm. Dus dat de kracht die je hebt er even niet meer is, of je verandert eventjes. En dat even kan heel lang duren en het kan ligt aan de tegenslag en de impact en ook de impact om je heen. Hè? Hoeveel mensen gaat dat aan? Maar het plotselinge onderuit geschoffeld worden, dat vind ik wel echt een aspect daaraan. En die je even niet kunt dragen. Ja. Ja, zo zou ik het denk ik zeggen. Ja, de eerste keer bij de vuurwerkramp, dat overkomt je. En voordat je het weet zit je er middenin. Ik was 31. Aha. Ik denk dat leeftijd een belangrijke rol speelt. Je bent jong. Je hebt ontzettend veel energie. Ja. Maar je beseft ook nog niet zo heel goed. Soms kan je ook te veel denken. Hè? Mm-hmm. En soms moet je gewoon doen. Okay. En als je jong bent, dan ben je nog wat druistiger. En dan is dat doen wat dikker onderstreept. En natuurlijk moet je dan niet dom aan het werk gaan. Maar soms is het wel gewoon goed om je mouwen op te stropen en ervoor te gaan. Mm-hmm. En daarmee kom je ook een heel eind. Nou, dat is wel de basis geweest bij die vuurwerkramp. We hebben met elkaar gezegd, we gaan in nachtploegen werken, we gaan in weekendploegen werken, we gaan zorgen dat die voorraad snel op peil is. We gaan er alles aan doen om het verlies te beperken. Mm-hmm. En dat is een groepsproces geweest, waar ik leiding aan mocht geven. Maar ja, waar je dan je beste beentje voor zet om ook het goede voorbeeld te geven. Maar tegelijkertijd realiseer je niet zozeer wat je nu aan het doen bent. Hè. Dat besef komt pas achteraf. En
voordat ik goed en wel tijd had daarover na te denken, kwam 9-11. Mm-hmm. En wat ik toen besefte, is dat ik wel geleerd had om uit te gaan van het meest negatieve scenario. Okay. Dat had ik ook bij de vuurwerkramp gedaan. Dat is misschien wel een tip voor de luisteraars. Als er dan iets gebeurt waardoor je in die ellende terechtkomt en je bepaalt voor jezelf de ondergrens. Zeg nou, dit is nu de ellende waar ik in zit. Wat is nu het worst case scenario? Mm-hmm. Wat kan er nou in het slechtste geval gebeuren? Mm-hmm. Slechter dan dit kan niet. Nou, dan heb je in ieder geval weer een bodem. Dan heb je een basis. En dan gaan bouwen. Mm-hmm. En dan steentje voor steentje opzetten. En langzaam maar zeker weer vooruit kijken. En een stapje vooruit doen. En op die manier heb ik zelf geleerd om toch een soort van comfortzone te creëren. En te zorgen dat je niet dieper kunt zakken en zinken dan dat moment. En vooral die stip op de horizon te zien van ja, daar moeten we naartoe. En daar gaan we aan bouwen. Mm-hmm. En dan met heel veel energie daar naartoe werken. Ja, en ook wel duidelijk een doel voor ogen hebben van ja, op dat moment hadden we nog 300 man in dienst. Die 300 mensen, die gezinnen, bij elkaar zijn het misschien wel 1000 of 1500 mensen, zijn mede van mij afhankelijk. Mm-hmm. Ja. Die druk ligt op mijn schouders. Dus als jij naar tegenslag kijkt, kijk je aan de ene kant van soms moet je gewoon doen, niet alleen denken. Aan de andere kant, als je denkt, denk ook aan de worst case. En tegenslag betekent ook voor jou in de gaten houden. Wacht even, ik sta er niet alleen voor. Ik doe dit ook voor heel veel andere mensen. Dus tegenslag betekent ja. Ook voor jou, als ik het goed begrijp, je verantwoordelijkheid pakken en nemen. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Tegenslag betekent voor mij persoonlijk iets wat je overkomt in een leven waar je geen invloed op hebt of waardoor je uit het veld bent geslagen. Mm-hmm. En dat kan dus ook heel klein zijn. Dus dat hoeft niet meteen iets heel groots te zijn als verlies van een geliefde of wat dan ook. Mm-hmm. Maar alles wat gewoon niet gaat zoals jij wilt. Ja, nou. Oké. Okay. En wat ging er dan bij jou niet zoals jij wilde? Eigenlijk ging mijn hele leven wel zoals ik wilde. Afgezien van de scheiding natuurlijk bij van mijn ouders. Ja. Dat was toen ik 24 was en ik in het land van mijn vader, Marokko, zat. Dat ik al een te gek jaar achter de rug had met werk, met collega's. En dan zit je daar voor werk in het land van je vader. En dan mag je allerlei bedrijven bezoeken, verantwoordelijkheden. En dan, ja, het is zo'n prachtig land. Ik kan er nog steeds met heel veel liefde aan terugdenken. Mm. En dan op die ene bewuste dag, donderdag 23 december 2004... zoals we allemaal een datum hebben, is dat voor mij die datum. Ja. Sloeg mijn leven ineens een heel andere kant op. En gewoon een dag als ieder andere dag, 's ochtends vroeg, je begint met je werk. Je komt aan bij een van die bedrijven waar je ook altijd je werk deed. En je ziet dat 's ochtends vroeg, terwijl je aankomt, dat er allemaal mensen staan in uniformen met pistolen, shotguns, noem het maar op. En allerlei auto's met sirenes en zwaailichten. En je denkt van ja, wat is hier aan de hand? Er had een inval plaatsgevonden. Dus zover was het wel duidelijk. Ja. Nou, dus ik ga toch vragen wat er aan de hand is. Want ja, dat wilde ik gewoon voor mijn opdracht geven, voor mijn werk. Ja. Maar dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Nee? Nee, want ze vroegen wie ik was. Ik in het Frans geantwoord wie ik was. Ik sprak een woord Marokkaans en Arabisch, wel Frans. Horen dat ik uit Nederland kom en ik moest meekomen. Niet wetende dat de eerste stap was richting mijn nachtmerrie. En dat er 8000 kilo drugs, bijna 8000 kilo drugs was gevonden op het bedrijventerrein van dat bedrijf. Nou, dat wat jij nu zegt, dat jeetje, dat had ik dus ook. Jeetje, wat gaat er nou gebeuren? Ja. Dat is toch 24 miljoen euro aan straatwaarde? Dat is aardig geld, zeg maar. Dus uiteindelijk was eigenlijk nog niet echt iets aan de hand. Mee naar het bureau voor ondervraging, net als zo wat andere mensen. Ik dacht, is goed, ik ga mee. En dan moet je op alle vragen antwoord geven. Dus ik met mijn ogen dicht nadenken, antwoord geven. En uiteindelijk was toch aan het einde van de dag of ik even mijn schoenveters uit wilde doen en mijn broekriem. Want ik had toch wel verdacht dat ik toch zoveel stempels heb in mijn paspoort. Dus dat ga je even nader onderzoeken. Nou, dat vond ik niet meer zo leuk. Nee. Maar, toen ben je al een dag lang gewoon geïnterviewd. Ja, een hele middag. Ja, klopt. Ja, en dan denk je, ja, dat komt wel goed. Precies, dat werd je ook verteld. Hè? Dus ja. Gewoon, weet je, we moeten uitzoeken, maar maak je geen zorgen. Morgen vertrekt je vliegtuig. Komt allemaal goed, dan ga je mee. Maar dat vliegtuig was lang vertrokken en ik ging niet mee. En het werd zaterdag eerste kerstdag, zondag tweede kerstdag. En iedere keer, komt goed. En dan ga je even naar de gevangenis, maar maak je geen zorgen. Maar maandag, dan zegt de rechter op het tribunaal, je komt vrij. Komt goed, maar ik kwam niet vrij, want er kwam een uitstel van 3 weken. En toen kwam er weer een uitstel en weer een uitstel. En uiteindelijk was gewoon een genadeklop van 10 jaar celstraf. Jeetje. Vanuit niks gewoon.
Als je naar de verhalen luistert van Helen, van Frank en van Jozef, dan merk je dat het gaat over ontwrichtende situaties. Dingen die je tijdelijk niet kunt dragen. Wie ook absoluut niet verwacht. Overigens, ook als je naar de drie verhalen luistert, hoor je drie verschillende gebeurtenissen die ook een andere impact hebben. Daar waar Jozef zijn vrijheid verliest, daar waar Helen de liefde van haar leven verliest, moeten zij het leren accepteren en hebben ze ook een rouwperiode waarin ze dingen moeten en gaan verwerken. Als je naar Frank luistert, die heeft eigenlijk helemaal geen tijd voor het, want het ene ramp naar de andere volgt hem op in zijn bedrijf. En hij moet het meteen, dat hoor je ook aan hem, in de doestand. Ik ben daarom ook heel erg benieuwd naar, ja, wat doen zij nou eigenlijk? Wat hebben ze gedaan, ook voor de tijd, om aan hun veerkracht te werken? Wat hebben zij gedaan om hun veerkracht te ontwikkelen? Dat ga je zien in de volgende vlogs.